Ik ben Piet Vossen, ik werk als hoogleraar bij de Vrije Universiteit Amsterdam, bij de faculteit Letteren. En daar doen wij onderzoek om te kijken hoe wij computers kunnen leren om taal te begrijpen. Wij spreken taal alsof we lucht ademen, zeg maar. Dat is heel vanzelfsprekend. En een kind van 6 heeft al een heel erg hoog taalniveau. Kan al hele complexe dingen daarmee uitdrukken en begrijpen. En dat gaat heel natuurlijk. Maar op het moment dat je probeert om dat aan een computer te leren, dan ga je pas beseffen van hoe bijzonder het is. Nou ja, als je probeert aan een computer uit te leggen wat een reeks tekens betekent, dan van zichzelf betekent dat helemaal niks. Dus dat moet je allemaal één voor één, stukje voor beetje gaan uitleggen wat dat allemaal kan betekenen. En ook nog op zo'n manier dat je daarmee kan redeneren en na teksten, dat zijn dan nog niet alleen maar losse woorden, maar dat zijn combinaties van woorden, dat van alles in vertelt. Dat moet je allemaal elkaar kunnen verbinden en dat is een enorm kwaai. Deze zin heb ik zelf gemaakt en daar heb ik woorden in gebruikt die in het Nederlands de meeste betekenis hebben. Maar het is niet zo'n bijzondere zin. Iedereen begrijpt hem en kan meteen een beeld vormen. Dus dat betekent wij interpreteren die zin onmiddellijk. Dus we zijn ons niet bewust van de andere betekenissen van die woorden. Nou, die cijfertjes achter die woorden die geven aan van hoeveel betekenissen die woorden hebben in het Nederlands. Dus andere betekenissen dan betekenissen die je invult. Want bijvoorbeeld, laten we even een paar doornemen. Ja, band of band. Hè. In dit geval denkt iedereen band. Maar dat kan een band staan natuurlijk. En dat kan een band zijn van een stuk kledingstuk. Dat kan een familieband zijn, een fietsband, een autoband. Dus spelen, dat kan zijn er speelt iets. Dat kan zijn een spelletje spelen. Dat kan zijn muziek spelen of een theaterstuk spelen. Nou, een bij, dat kan een dier zijn. Dat kan ergens in de buurt zijn en een voorzetsel. En zo kun je doorgaan. En dat zijn allemaal hele normale, gangbare betekenissen. Dat zijn helemaal geen bijzondere dingen natuurlijk. En een computer weet dat niet. Die ziet niet in één keer die band voor zich en die drummer en wat er gebeurt. Die kan dat plaatje niet maken. Dus die moet dat allemaal oplossen. En dus wij proberen die computer dat te leren om door informatie op te slaan van oké, die ene betekenis van slag die hier bedoeld is. Die wordt dan met de hand door iemand aangebracht. Nou, bijvoorbeeld slag betekenis 1 of zo. Die is hier van toepassing. En dan gaat de computer kijken, oké, wat staat er nu omheen om dat woord? Nou, dat doe je niet één keer, maar dat doe je heel vaak. En dan gaat hij, zeg maar, alles wat er omheen staat, de hele omgeving, of de context heet dat dan, van het woord, die gaat hij opslaan in de database. En als hij dan weer een nieuw stukje tekst tegenkomt, dan gaat hij de woorden die er dan omheen staan vergelijken met de woorden die hij hier geleerd heeft. En op grond daarvan gaat hij een keuze maken. Ja. Programma's die dat nu doen, doen nog ongeveer 40% fout. Zoveel? Ja, zo moeilijk is het dus. Ja. De probleem wordt meestal opgehakt in allerlei kleine deelprobleempjes. Mm-hmm. Je maakt een apart programma om ieder deelprobleempje op te lossen. Dat is de klassieke benadering. En wat we nu doen is van al die kleine programma's die bepalen niet de definitieve keuze, maar die brengen eigenlijk de mogelijkheden in kaart en die kiezen een klein beetje. En juist door al die dingen dan vervolgens te combineren en een veel meer holistische aanpak, ga je dan zeggen van nou, in deze context denk ik dat deze betekenis het beste past, de beste oplossing is. Nou, dat is de richting waar het in gaat. Ja. Hier hebben wij een Engelse verzameling van Google News artikelen. Ja. Gekeken hoe dat nou in de werkelijkheid zit. Daar hebben we naar 1416 artikelen gekeken. Daar zitten ongeveer 125.000 woordvoorkomens in. Hè. Hetzelfde woord komt dan meer dan één keer voor. Ja. Nou, dan zijn we gaan tellen hoeveel betekenissen gemiddeld komen er voor. Nou, dan is 10% heeft maar één betekenis. En 64% heeft er twee, 24% drie, 4, 1. Als je uitgaat van 64% gemiddeld twee betekenissen. Dat is één artikel is ongeveer 1000 woorden. Gewoon een krantartikel. Ja. Dan heb je per artikel al 1 miljoen interpretatiemogelijkheden. Nou, op een dag komen zo'n 2 miljoen nieuwsartikelen binnen. 2 miljoen keer 1 miljoen interpretatiemogelijkheden. Dan heb je een enorme complexe graaf, zoals dat heet, van mogelijkheden. Als je dat wil verwerken en je wilt het allemaal oplossen, dan heb je enorme rekenkracht nodig om dat überhaupt te kunnen doen. Want je moet ontzettend veel verschillende vergelijkingen gaan maken. Dus je kunt wel nagaan denken van hoe moet ik het nou wetenschappelijk oplossen. Bijvoorbeeld door de keuze uit te stellen en meer informatie te gebruiken. Maar in eerste instantie maak je het rekenprobleem dan alleen maar groter. Want de uitgestelde keuze zorgt weer voor dus meer. Wij proberen de kans dat we de goede kiezen groter te maken.
Maar het rekenprobleem wordt daar enorm door. En daar hebben we enorme rekenkracht voor nodig. Als we die 80% halen, dan is het goed genoeg om hem echt in te zetten in bijvoorbeeld de krant te laten lezen. En dan niet één krant, maar bijvoorbeeld alle kranten, alle dagelijkse nieuws. En dat is dat roept weer een heel ander scala aan interessante problemen op. Je laat de computer 10 jaar het nieuws lezen. En stel je voor, je kunt dat zo bouwen zodat dat lijkt op de manier waarop wij het nieuws lezen. Dan moet je voorstellen dat die bijvoorbeeld de financiële crisis, 10 jaar ontwikkeling, dat die alle details, alle informatie die daarin heeft gestaan, tot op het detail allemaal naar boven kan halen. En daarmee reconstrueer je eigenlijk de geschiedenis zoals die verteld wordt in de media. Dat wil niet zeggen dat dat de echte geschiedenis is natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat is de geschiedenis zoals die verteld wordt door de media. En waarschijnlijk vertellen de media heel veel verschillende geschiedenissen. En die kun je ook nog eens een keer in kaart brengen. Welk verhaal wordt door welke media hoe verteld? Ik wil in staat zijn om aan mensen de mogelijkheid te bieden van geef mij bijvoorbeeld de geschiedenis over de afgelopen 10 jaar financiële crisis zoals die verteld is door de meerderheid aan bronnen. Ik kan ook zeggen van geef me nu het verhaal volgens één outlier. Iemand die echt de meest extreem verschilt van die gemiddelde mening. Dat kan ook heel interessant zijn. Ja, juist, en dan informeer juist zou ik bijna zeggen, de extreme. Ja. Dus ik denk niet dat de objectiviteit bestaat. Maar ik denk wel dat je mensen inzicht kunt geven in de subjectiviteit van al die verhalen die verteld worden. En daarmee geef je ze gewoon meer grip op al die informatie die volgens mij per definitie subjectief is. Big data is aan de ene kant een probleem en aan de andere kant biedt het gewoon allerlei nieuwe oplossingen. Dus die big data maakt gewoon voor mensen heel concreet dat ze eigenlijk niet meer in staat zijn om die groei van informatie zelf bij te houden. Dus er is een grote behoefte aan oplossingen. Aan de andere kant is het, die big data is voor een deel, wordt het ook steeds meer gestructureerde data. Hè? Er wordt niet alleen maar teksten geproduceerd, maar er zijn ook steeds meer databases online. En die worden allemaal aan elkaar gekoppeld. Hè? Dus linked open data is een voorbeeld van een soort internet van databases die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn en die beschikbaar zijn. Dus als we helemaal teruggaan naar het begin, als ik dus een zinnetje krijg met al die mogelijke betekenissen, dan kan ik daar het woordje band en ik kan het woordje muziek eruit koppelen. Maar ergens in die hele wolk van informatie zit steeds meer kennis en informatie over wat nou een band is. Nou, welke bands er allemaal in de wereld zijn. Er zal vast wel ergens een database zijn waar alle bands geregistreerd zijn en alle leden van de bands. Dus als zo'n de naam van de drummer plotseling ook in die tekst voorkomt, ja, dan kan ik hem waarschijnlijk ergens opzoeken en ook wel zien in welke band hij gespeeld heeft. Dus dan weet ik niet alleen allemaal dat het om een muziekband gaat, maar ik weet misschien zelfs ook wel welke band het is waarover gesproken wordt. En dat staat niet eens expliciet in de tekst. Dus die big data, dat is ook kennisinformatie die wij in onze programma's gebruiken ook daadwerkelijk om die teksten te interpreteren. Dus dit is een soort die taal die zweeft tussen ons en de werkelijkheid in. Hoe meer je die werkelijkheid in kaart brengt en kan koppelen aan de taal, hoe beter je die taal kan begrijpen.